Ondertussen weet ik het ook wel. Spits is nog altijd afhankelijk van de ballen die hij krijgt. En van hoe dat de ploeg draait. En ja, hoe dat ze nu draait is natuurlijk wel heel plezant voor de spitsen om te spelen. En ik moet zeggen, Van Geem bijvoorbeeld naast mij knapt natuurlijk ook wel een ganse hoop vuil werk op voor mij. Dat moet ik toch wel even zeggen. Ja, de tweede keer al dit seizoen. Eerst tegen Waasland, denk ik, voor de beker ook normaal. En die was wel tussen de palen. Spijtig genoeg stond er nog iemand juist voor de lijn om hem tegen te houden. En gisteren denk ik ook dat hij maar een paar centimeters naast was. En zoals dat gezegd, het is een kwestie van vertrouwen. En, maar dat is mede te danken door de ploeg en zo, dat je dat vertrouwen krijgt. Voor Waregem zal ik vrij kort zijn. Vind ik dat ik geen kans heb gehad. En ook niet in de match. En dat was mede door dat we in een mindere vorm zaten. Ondanks dat we een heel goede ploeg hadden. Maar het is wel zo natuurlijk dat één bepaald persoon wel een enorme motivator is voor mij nu. Vijf minuten voor tijd Van Geem neergaat in de 16. Al dan niet een schwalbe, maar de scheidsrechter legt de bal op de stip. Thibaut scoort deze keer wel en bezorgt Dender in de slotfase de 3 punten. ...en krijgt wat meer ruimte na een half uur. De bal komt voor de voeten van Van Geem. Gestrekt schot, een paar vingers van Vergoot ertussen, maar de bal gaat toch binnen. 0-1 en dat is genoeg voor de volle buit. Dender ongeslagen. Andriessen arm langs het lichaam, zegt hij. Thibaut zet die feilloos om. 1-0 en dat is genoeg voor de kwalificatie. Dender door en trainer Van de Velde wil graag nog een ronde verder dan de 8e finales. Stel je voor, met een beetje geluk, dat we eventueel hammen trekken. Ik zeg niet dat hammen... Het is nog maar enkele minuten bezig wanneer Thibaut wordt diep gestuurd. Tussen twee verdedigers met een lopje. 2-1. Ongeveer een spelval glipt en de eindstand vastlegt. 4-2, zijn tweede van de avond. Dender heeft als enige in tweede klasse 6-6 en dat vieren ze zo. Calicio trapt tegen de lat, maar aan de overkant is Thibaut in bloedvorm. Een halve meter ruimte is genoeg voor de goalgetter, iets over het half uur en 0-2. Een blunder in de verdediging, Thibaut alleen op weg, de keeper aarzelt. Binnenleggen, links beneden. Na de pauze minuten voor tijd een lange bal naar links, een voorzet die waait over. Maar hij wordt wel opgeraapt. In het centrum staat Thibaut helemaal alleen, een koud kunstje en 0-3. Dender neemt de 3 punten mee naar huis en blijft helemaal alleen leider. Oud-Heverlee Leuven probeert aan te klampen met het hoge tempo, maar Dender drukt door. Thibaut verlengt tot bij Van Geem en die staat moederziel alleen aan de 16. Knap schot en 0-1. Die van de later hoekschop Gerons de Grote gooit voor doel. Thibaut tot bij Stukkens en met een gelukje meteen 0-2. Stukkens scoort tegen zijn ex-club en de Leuvenaars kijken na minder dan een half uur tegen een achterstand van 2 doelpunten aan. Leuven bijt het tandenstuk op een ijzersterke Denderdefensie. Toch nog eens bel Bachir en Francis mist onwaarschijnlijk. We gaan rusten, het staat 0-2. De eerste grote kans na de rust is voor de thuisploeg Ruitings via Bronjo tot bij Francis. Die legt hem netjes terug. Eerste paal en dan toch in doel, maar afgekeurd voor buitenspel. Terug naar de overzijde van Geem naar Thibaut. Die mag vrij inkoppen en de topschutter van Tweede Nationale legt de 0-3 eindcijfers vast. Door het verlies van Fel en de lijnrechter, die zal vanavond weten wat te vertellen thuis.
Achter de bal Gunther Thibaut. De topscorer blijft de kant zelf een trap mooi binnen. De vreugde is immens. Dender wint deze moeilijke wedstrijd met 2-1. En de leider in tweede klasse heeft nu al 9 punten voorsprong op Antwerp. Aan het... Waasland 13, dat is bijna 3-dubbel en de competitie is nog niet eens half weg. Toch is er op het veld weinig niveauverschil te merken bij de start. De eerste goede kans is wel voor Dender. De kopbal van Thibaut gaat op de lat. We zijn 5. Waasland lijkt wat aangeslagen, neemt risico's achterin, maar kan toch geen vuist meer maken. Bij Dender zijn ze dan weer dodelijk efficiënt. Stukkens met zijn tweede van de middag, 3-0. Geniaal kan Gunther Thibaut de eindcijfers vastleggen. 4-0, de 12e goal al voor de spits van leider Dender, dat nu 17 punten voorsprong heeft op derde Deinze. Antwerp blijft staan op 11 punten. Dat zal in de kranten staan, 4-0, zullen zeggen. Zie op, de bal gaat naar Van Geem, die zit voor. Thibaut er niet goed bij, de rebound ook maar half met Koen Persoons. Opnieuw Thibaut met vertrouwen, maar de keeper Van Dessel is bij de zaak. 6 minuten later, Geroms stond bij Gunther Thibaut en die trapt in 1 keer de 2-0 tegen de netten. Prachtig doelpunt van Gunther Thibaut. Dus maar de kwaliteit bij Dender drijft boven. En op minder makkelijke momenten is er altijd de ervaring van Gunther Thibaut. Hij lepelt de 2-1 binnen. Viertoon zonder problemen om. 3-1, Dender vindt de vorm van voor de winterstop stilaan terug. Ik denk dat de... De scheidsrechter fluit een overtreding niet. De bal komt in de voeten van de topschutter van Dender. En zo wordt het makkelijk 1-0. Een bevrijding na de 3-2 verliesbeurt van vorige week in Hamme. 18 minuten, dus op de feiten gedrukt dus. Kansen creëren is zeer moeilijk tegen een ijzersterk spelende leider. Voor de rust wordt het nog erger voor Oud-Heverlee. Gunther Thibaut met zijn tweede van de middag en het is 3-0. En dat viert hij zo. Wedstrijd gespeeld, Dender probeert rustig uit te voetballen en dat levert naast balbezit in de eerste 20 minuten niet echt iets noemenswaardigs op. Na 23 minuten dan toch nog eens gevaar met de 4-0 van Thibaut. Een hat-trick maar geen zuivere. Over en out voor de bezoekers. Voor de leider uit de tweede klasse. Gunther Thibaut zet die om en het is 0-1. Deinze doet goed mee en op vrijschop wordt de bal voor Thibaut. De topscorer kan voorzetten en David de Stormen scoort 1-2. De thuisploeg komt niet meer in het stuk voor. We zijn amper 17 minuten ver in de tweede helft wanneer Gunther Thibaut de eindstand vastlegt. 1-3, Dender in de laatste rechte lijn naar de titel. Het moest en zou gisteren de dag van FCV Dender worden. Winnen op het veld van Dessel en zo met nog één speeldag van het einde kampioen in tweede klasse worden. Want niemand van Dender wou nog wachten tot volgende week om de titel thuis tegen Antwerp binnen te rijven. Twee doelpunten in de eerste helft van Wouter de Grote en van Kevin van Geem zorgden gisteren voor de winst op het terrein van Dessel en zo dus ook voor de promotie naar eerste klasse. Dat is nagedaan, denk ik. We hopen volgende week gewoon een gala match te maken en dan gaan we ons amuseren. En voor de supporters ook, die met zoveel hier waren, gaan we gewoon nog eens alles geven voor hun. Oh, dit is ongelooflijk voor de club, dus een proficiat aan de spelers, aan het bestuur, aan de trainer. Aan de fans, aan iedereen, ongelooflijk wat we vandaag realiseren. 6 minuten de score 1-0. Dender is met voorsprong de betere ploeg en Gunther Thibaut wilde wat graag zijn 21ste doelpunt maken. Evenveel doelpunten als het nummer op zijn rug. Een ingestudeerde vrijschop en Thibaut inderdaad met zijn 21ste. Hij is topschutter in tweede klasse. Antwerp komt 1 keer voor doel van Thierry Koppens in de eerste. Het is de thuisploeg dat al na 10 minuten spelen op voorsprong komt. De voorzet is van Sven van de Put. Gunther Thibaut kopt de bal door en Diafoutoua maakt er met een lange schuiver 1-0 van. 10 minuten nog eens Dender. Thibaut is weer de man van de actie. En de voorzet van op rechts. David de Stormen kan koppen net naast.
Nauwelijks één jaar later wordt ook in tweede klasse de titel binnengerijfd. En dat was een hele verrassing. Onze bedoeling was